Als je CF hebt, dan kunnen we van een heel klein stukje weefsel uit je darm een minidarmpje maken in het laboratorium. Die minidarmpjes die slaan we op samen met de minidarmpjes van heel veel andere patiënten in een hele grote diepvries. En dat noemen we een biobank. Die hele grote verzameling van minidarmpjes die kunnen we gebruiken voor jouzelf om in de toekomst uit te testen welke medicijnen bij jou goed zullen gaan werken en welke niet. Maar we kunnen die minidarmpjes ook gebruiken om verdere verbeteringen aan te brengen in de behandeling en in het uitzoeken van de oorzaken van thaislijmziek. Die minidarmpjes kunnen we in de toekomst gebruiken wanneer er nieuwe medicijnen komen, zodat we ze voor jouzelf kunnen uittesten. Maar we kunnen ze ook gebruiken om de behandeling en diagnostiek van cystic fibrosis in de toekomst verder te verbeteren. Er is een commissie die toezicht houdt op het gebruik van die minidarmpjes. En wanneer jij in de toekomst je zou bedenken en je wil er niet meer aan meedoen, dan kun je ook altijd aangeven dat die minidarmpjes van jou uit de vriezer moeten worden verwijderd.